spelers hier van Telstar met support Kasper op hun shirt. Staan klaar en daar komen ook de rood-gelen van Go Ahead Eagles. Scheidsrechter is Perez. Hij klaar. Om zo dadelijk met die spelers het veld op te komen. Ja, 0-0 in de voorbereiding. En dat is een vrij logische uitslag als het om Go Ahead Eagles wedstrijden gaat. In ieder geval die 1-0 van 0 goals tegen. Want dat doen ze bijzonder goed. Slechts 8 goals tegen. Minste tegengoals van alle teams in de keukenkampioen divisie. Ja, Patinama. Hij is de man links in dat 5-3-2 systeem. Hij heeft 2 goals gemaakt dit seizoen. Bronkhorst met 6, Soto met 5. De klankwoord van de Tornado's. Nummer Telstar. En van Vels en Plet zijn dus de beide voorwaartsen. En Jay Gorter. 9 keer de 0, inclusief de bekerwedstrijd tegen NAC. Dat was eigenlijk ook de enige wedstrijd dat ze aanvallend uit hun slof schoten. Met 6 goals, waarvan 5 in de eerste helft. Maar het staat goed met Veldmaat, Beukema. Lucassen nu rechts achterin. Brouwers meestal vlak voor die twee centrale verdedigers. Hendricks is de spits. Schendelaar naar de bal op de voet van Redouan El Yacoubi. Hoofd tegen hoofd. Vervelend. Bernard Mar ligt daar volgens mij. Daarna raak ik zijn gekomen met Eda Tchouri. Rechterhoog, ja, dat is toch een aardig bultje. Schrijf voor. En dan wordt die bal nog gemist. Door Bernard Mar. Ja, dan werd het nog even spannend en gevaarlijk, deze bal voor het doel van Schendelaar langs. Deze lange bal gaat wel richting de spits. Moet hij daar het duel aangaan. Meteen door naar Jay Itzes. Benamar. Kan terug naar Schendelaar, ja kon. Nu niet meer, Van Doorn. En toch weer Benamar. Toch Groggy. Voelt zich toch niet prima. En daar moet je niet al te veel risico mee nemen. Dat gaat Telstar ook niet doen. Ik denk dat hij eraf gaat. Einde wedstrijd voor hem. En Enes Naya is zijn vervanger. Dat is meer een middenvelder. Dus kijken hoe ze dat gaan doen. Hendricks nu. Ja, goed. En Schendelaar heeft een prima redding. Redelijk recht op hem af, want er zat toch wel aardig wat vaart achter die bal. Itzes dan hier Hendricks meteen schieten. Kagero. Ja, die heeft met zijn linker ook wel een aardige trap. Bronkhorst. Controle is daar. Bronkhorst, nu moet hij met links uithalen of pasen. Patinama. Dat is voor Gorter. Korbos. Kijken wat je laat. Ja, het is allemaal nog niet heel erg florissant. Dat was schoten. Dat was schoten op doel. Het is een geen middenmootgevecht, maar wel een middenveldgevecht. Kan nu veranderen. Van Velzen. Nu Plet. Dit zou toch een schot op doel moeten zijn. En dat is het niet. Plet. Van Doorn, Bronkhorst, Plet, hij niet, Patinama naar Van Velzen, naar Patinama, zeker geen buitenspel. En dan daar de kopbal van Plet en de redding van Gorter is weer een prima redding. Grootste kans van de wedstrijd, Leino Plet, Van Velzen hier en Patinama, die bal dan voor en dat is knap gekopt. Kuipers. Oh, dit is wel een overtreding van Bronkhorst. Bronkhorst en Kuipers. Ruzie nog wat na. Daar, de overtreding. Die is er.
Dan blijft hij daar een beetje hangen. Bronkhorst. En beide dus krijgen geel. Korbos. Ja, twee spelers die dan de as in duiken. Hendricks liep daar al en Eratsuri kwam daarbij. Waardoor Korbos ook geen mogelijkheid had om iets anders te verzinnen dan maar in het midden spelen waar ook wat Telstar-spelers waren. Had Eratsuri beter de zijkant gehouden, beter de vleugel gehouden. Veldwater. Lucassen. En Eratsuri in één keer door, ja tuurlijk, want Lucassen is op stoom, houdt hem binnen. En dan kijken wat er in de 16 is. Hendricks onder andere hier vanuit de draai. En dan is hij voor Schendelaar. Maar in ieder geval wat actie in de 16. Rabiaar. Veldmaat. Hendricks. Krijgt niet voor elkaar die bal in één keer naar Eratsuri te geven. Plet. Gezocht. Plet in één keer. En dan scoort hij. Ja! Omdat Gorter op de weg terug was nog. Is het Plet die de score opent. Kleinoor Plet. Deze lange bal wat lastig te beoordelen. En kijk waar Gorter staat. Die is dan nu op de weg terug. En is dus nog niet klaar om te reageren op het schot van Plet. Is nog aan het lopen. En is dan te laat om... kijk, hij beweegt nog. En dan is hij gezien. En Plet met de 1-0. Zijn derde van het seizoen. Veldmaten. Links, rechts. Want dat is dan altijd wel de bedoeling. Hij is dus wat hard voor Rabia. Ukema probeert daar voor Plet te komen. Maar dat lukt niet helemaal. Plet van Velzen mee. Plet er maar zelf. Kuipers. Kan je proberen. Het is. Rabiaar. Daar had Van Doorn geen overtreding hoeven maken, want het balverlies was er al. Dat was de laatste actie van Rabiaar, want zijn vervanger is Jacob Molenga. Voor de vrije trap. Veldmaten komt er niet aan. En dit is wel. Brouwers. Grootste kans voor Go Ahead met deze vrije trap. Brouwers. Nou, weggekopt. Veldmaten. En daar ingekopt Jacob Molenga. Ja, staat koud op het veld. En Molenga met de gelijkmaker. Dat is lekker. Daar bij de tweede paal is het Molenga die hem inkopt. Molenga. Voor het doorkoppen, Hendricks. En Eratsuri er ook bij nu. Eratsuri. En rechts op Schendelaar af. Molenga. Dit 6, daar komt Schendelaar. Ja, goed. Maar wel ten koste van een corner. Tikt hem daar boven het hoofd vandaan. Korbos. Korbos. Scherp voor zich. En dan Molenga. En dan Beukema. En dan Molenga. En dan is het 2-1. Met twee goals van Jacob Molenga. Ze krijgen wel wat mogelijkheden om daar wat te doen. Daar bij de eerste paal weggekomen in eerste instantie. Dan kan Korbos die bal nog een keer voorslingeren. En dan krijgen ze hem daar maar niet weg. Daar eerste instantie. Daar is een goede redding trouwens van die keeper nog. En ja, een beetje het kopietje van de eerste goal. Veldmaten koppend bij de eerste paal. En Molenga koppend bij de tweede paal de treffer.
Lucassen. Krauter. Man van 1,76 dus. Lucassen. Krijgt hij voor. Ja, Korbos. Korbos nog steeds. Maar dan is het corner. Bij deze stand, het is de 90ste minuut, blijf maar achterin. Korbos en Krauter voor een korte variant. Ja, daar in die hoek. Hendricks is hier voor Schendelaar. Slim van Moulenga door ervoor te gaan lopen. Krauter. Doorkoppen richting Jacob Moulenga. Korbos hoek terug naar Schendelaar. Laatste mogelijkheid. Zoveel tijd is er niet. Half minuutje minder. Van Doorn. Schendelaar. Brouwers. Korbos wegdraaiend bij Fernandes. Hendricks buiten spel. Ja. Waar gaat omhoog. En dus kan het misschien nog één laatste trap naar voren. Nog één poging om een punt te pakken in deze wedstrijd. Schendelaar, Bronkhorst, maar Krauter komt weg. En dan zit de wedstrijd erop. En wint Go Ahead Eagles met 2-1. Dankzij twee goals voor deze Jacob Moulenga.